Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een Little Life Pet voor jullie. En dit is een vlinder met fladderende vleugels. Om precies te zijn is dit een vlinder uit de ijsparelserie. Je ziet al dat hij mooi blauw is en hij ziet er een beetje glitterend uit. Heel mooi is dat. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. En er staat dat hij kan fladderen in je hand als een echte vlinder. Dat willen we natuurlijk ook gaan proberen. Deze is van de maker Moes. En voor kinderen van 0 tot 3 jaar is die niet bedoeld. In deze serie heb je nog meer vlinders. Ik heb nu deze ijsparel. En dan heb je nog de Parijse sfeer. Dan heb je nog tropische kleuren. Jungle decor. Dan hebben we hier kersenbloesem. Liefdesvleugels. En huis. En zeldzame vleugels. Het vlinderhuis heb je dus ook nog in deze serie. Dat klinkt allemaal heel interessant. Ik ga deze nu eens eventjes eruit halen. En dan gaan we wat beter bekijken. Geef me te eten op mijn bloem. Oké. Het is dus een wereld vol glitterende vlinders. En die fladderen rond en die gaan dan leven in je hand. Wat er bij de set zat was deze bloem. Daar kun je dan de vlinder opladen, denk ik. Hier moeten wel nog batterijen in en die zitten niet bij de set, dus die moet ik eerst zelf nog even erin gaan doen. Dan hebben we hier deze mooie vlinder. En die glanst heel mooi, je ziet het ook wel goed. De vleugels die zijn van een soort dun papier gemaakt. En het lichaam is van plastic. Hiervoor heb je van die voelsprietjes. En er zit er verder nog een zuignap bij. Dan kun je hem dus aan het raam vastmaken. Dus de zuignap die doe je dan aan het raam en dan doe je de vlinder erin. De batterijen heb ik erin gedaan. Er moeten 2 AA-batterijen in. En hier heb je een aan- en uitknopje. Ik doe hem nu even aan. En dan ga ik eens even kijken wat er gebeurt als ik onze vlinder erop zet. Zo. De vlinder zit erop en oh, kijk nou, hij begint te bewegen. Wauw. Nu beweegt hij best wel wild. Nu zal ik hem er eens even uithalen. En ja, hij blijft nog bewegen in je hand. Als je hem een beetje opgeladen hebt, dan kan hij dus door blijven bewegen als je hem vastpakt in je hand. Maakt een beetje vreemde geluiden ook. Erg natuurlijk als een normale vlinder is het natuurlijk niet, maar goed. Je kunt waarschijnlijk al wel zien dat het geen echte vlinder is. Maar in ieder geval is het wel best wel grappig en interessant. Er zat nog zo'n boekje bij. En daar staan nog een paar dingetjes in ter informatie. Je vlinder is dol op aandacht. Haar gedrag verandert afhankelijk van hoe vaak je met haar speelt en haar te eten geeft. Dat eten geven, dat doe je dan als je er op de bloem zet. En dat is dan eten. Je kunt zien hoe je vlinder is aan de... Je kunt zien hoe je vlinder is aan de manier hoe je die ziet. Je moet de vlinder eerst nog eventjes op de oplaadbloem zetten om hem op te kunnen laden en dan eten te geven. Om met je vlinder te spelen haal je haar van de bloemoplader af en zet je haar op de palm van je hand. Kijk naar de manier waarop je vlinder met haar vleugels fladdert om te weten hoe ze zich voelt. Onthoud dat je vlinder blijer wordt naarmate je meer met haar speelt. Als je niet vaak genoeg met je vlinder speelt, wordt die niet gelukkig. En ik heb hier ook nog gelezen dat de vlinder ook verandert. Aan de manier waarop en hoe lang haar vleugels fladderen kun je zien hoe tevreden de vlinder is. En ik ga dus eens eventjes kijken hoe tevreden mijn vlinder is. Ik zal hem eventjes op mijn hand zetten. En deze die fladdert, ik hoop dat die tevreden is.
dat is in ieder geval weer interessant speelgoed. Little Life Pets. En dan heb je ook nog best veel andere dieren. Ik heb ook al laten zien dat er best wel veel andere vlinders zijn. Maar je hebt ook nog andere dieren uit deze serie. Het is in ieder geval leuk met deze vlinder. Ik heb ook al gezegd, echt zoals een vlinder is hij natuurlijk niet. Want een vlinder is zo licht en stil. En deze maakt best wel vreemde geluiden als die fladdert. Maar toch vind ik het wel leuk speelgoed. En ik vind het ook wel leuk dat hij zo glanst en glittert. En zo mooi eruit ziet. Misschien hebben jullie ook zo'n vlinder. En willen jullie in de reacties laten weten hoe jullie vlinder eruit ziet. Wat voor ervaringen jullie ermee hebben. En of die bij jullie in de hand ook zoveel fladdert. Laat het allemaal maar weten in de reacties. En verder, misschien hebben jullie ook nog een andere dier uit deze serie. Dan kunnen jullie dat natuurlijk ook laten weten. Dat zou ik leuk vinden om te weten. En geef me verder een duimpje omhoog als jullie de video leuk vonden van onze vlinder. Bekijk onze andere video's, abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!